Nou, ik ben Robben van de Spek. Ik uh, ben uh, trainer en uh, coach van Competentiegericht Werken binnen Plurijn. Uh, competentiegericht werken is de basismethodiek van Plurijn. En, uh, dat houdt in dat, uh, dat medewerkers een, uh, een, ja, een basisklimaat neerzetten uh, en een begeleidingsstijl neerzetten met elkaar, uh, waarin de cliënt zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. De trainingen die ik geef, die, uh, die worden ook steeds aangepast. Dat doe, doe ik samen met mijn collega's. Je merkt gewoon dat uh, sinds we de training uh, geven binnen Plurijn dat het niveau langzaamaan steeds hoger wordt. Dus, wij, uh, dus we, we kunnen steeds verder de diepte in met de trainingen. Dus uh, dat is heel mooi. Doordat ik zelf als, uh, op, een groep, op de groep heb gewerkt, uh, uh, ja, kan ik als trainer uh, dat ook gebruiken in mijn, uh, in mijn werk, in mijn dagelijkse werk. Ik weet hoe zwaar het is uh, om, om op de groep te werken en om uh, met de cliënten zelf te werken. Uh, het is vooral heel leuk, natuurlijk. Maar uh, ja, het kan ook heel zwaar zijn. Het kan heel pittig zijn. De mooie momenten voor mij als trainer, uh, voornamelijk, is als het kwartje valt bij de medewerkers. Als ze aan het eind van de training zeggen: Hey, dit ga ik gebruiken in mijn werk, of hier ga ik wat mee doen. Uh, ja, dat hoop ik toch altijd wel te bereiken, dat ik ze iets mee kan geven en dat ze, uh, dat ze eigenlijk iets anders gaan doen of andere dingen gaan uitproberen uh, als ze weer aan het werk gaan met de cliënten. Ja, nieuwe medewerkers die komen werken bij Purijn die, uh, die krijgen ook de training uh, competentiegericht werken aangeboden. En uh, dus als je bij Purijn komt werken, dan ja, vroeg of laat uh, ja, ben je aan de beurt.